Ja, jullie zien een Eevee-mat, jullie zien handen, dan weten jullie dat het alweer zover is. En een unboxing-video van Trading Cards! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe video van unboxing met Trading Cards. En dit keer, ja, jullie hebben het al aan de titel gezien, hebben we de Charizard Evolutions Elite Trainer Box. Het is een hele mond vol, dus ik doe hem heel even uitpakken en ik zie jullie na de fast forward. Oké, alles is dus open. Ik zal even beginnen met de poster, want die neemt nou op het moment de meeste ruimte in beslag. Ik zal hem heel even voorzichtig openen. Tenminste, dat ik de rand netjes kan vinden. Die is natuurlijk wel belangrijk om zo voorzichtig mogelijk. Ik denk dat het eigenlijk praktisch dezelfde is als Blastoise. Maar ja, we maken hem open, dus zo groot is hij. En ja, het is praktisch dezelfde. Dus daar gaan we niet te veel tijd aan verspelen. Dus lekker makkelijk. Nou, natuurlijk krijg je ook weer een hele mooie doos om je kaarten in te bewaren. Dit keer met Charizard erop. Ik vind het wel raar dat er nog steeds geen Venusaur is uitgekomen eigenlijk. Dat je alleen maar weer rood en blauw hebt. Venusaur, Bulbasaur wordt altijd overgeslagen. Dus het is best wel treurig. In ieder geval, je krijgt ook weer de hele mooie dividers erbij. Om dus je kaarten inderdaad netjes te sorteren. Nou, dan heb je natuurlijk ook weer de energiekaarten. Net zoals in de blauwe doos. Dat je dus 5 energie van elke soort krijgt. Hiervoor kun je dan een heel leuk beginnersdek maken. Al raad ik wel aan om meer energie van één kleur in te voegen dan maar 5. Screw dat. Daar ga ik niet aan beginnen. Goed, nou. Natuurlijk, deze dobbelstenen, dat zijn de rode dobbelstenen. Deze die vind ik wel een beetje mooi, die grote, in verband met die 1 die erop staat. Ik weet niet of het bij de blauwe ook was. Ik wil die blauwe er toch nog heel even stiekem... Nee, hoeft niet. Blauwe zijn al verpakt. Oh, ze gaat nou toch even snel stiekem kijken. Gaan we hier wel even kijken, vooruit dan. Zit hier die 1 ook zo? Daar zit de 6. Ja, de 1 die zit hier ook zo, dus ik vind het wel mooi. Ik vind het zeker heel erg mooi, dankjewel. Nathalie zit er nog steeds gezellig bij. Nou, de plastic coins, hartstikke leuk. Deze leg ik wel eventjes daar neer. Natuurlijk, de sleeves. Ik noem het nog steeds beschermhoesjes. En dit keer met Mega Charizard EX erop. Of ja, Mega Charizard, het is nog niet eens een EX, het is gewoon Mega Charizard. Ik vind ze op zich wel heel erg mooi, maar ik weet niet, ik vind die van... Ja, Generations, dat blijft gewoon een speciaal plekje in mijn hart hebben. Daar kan ik gewoon niks aan doen. En natuurlijk ook weer het boekje. En deze vertelt ons bijna hetzelfde als wat we in de vorige video hebben gezien. Zelfde afbeeldingen, zelfde rares, noem het maar op. Dus, nu is onze grootste vraag. Wij hadden niet echt een goede pool met onze Blastoise. Gaat Charizard daar verandering in brengen? 8 bakjes, we gaan ze openmaken, we zullen het zien. Dus laten we maar gewoon gelijk beginnen met het eerste pakje. En misschien wel het handig om wat drinken naast me te hebben, want ik krijg zomaar in één keer een hoge mondje van. Ik doe normaal gesproken nooit 2 video's tegelijkertijd, dus heel soms. Ik bedoel, die van Generations en de Tin Unboxing, dat was dus ook zo'n box. Dus dat waren ook 2 video's achter elkaar. Oké, 3 van voor naar achter, van links naar rechts. En wij hebben... Nou, dat komt heel goed uit. Pidgeot Spirit Link. Nou, aangezien dat we de Mega de vorige keer hebben gepoeld. We hebben Metapod. We hebben Imakuni's Doduo. Dit is een secret rare. Tenminste, ik hoorde dat het een secret rare was. Maar deze mag je niet gebruiken op tournaments en is een soort van secret. Ik denk dat ik hem hier toch zeker al eventjes in de hoek neerleg op onze playmat. Want ja, het is toch wel een speciale kaart. We hebben Growlithe. Nidoran. Vulpix, Sandshrew, Ponyta, een hele mooie Fairy Energy... Oh, we hebben iets. Wij hebben Mega Blastoise EX! Ja, je mag je wel... Yay, dat mag wel hoor. Er zit extra van, nee, we moeten stil zijn. Nee joh! Het eerste pakje is de Mega ondertussen. We hebben gelijk een Mega te pakken gekregen, dus dat is zeker heel erg gaaf. Ik zal hem daar ook nog heel eventjes goed in beeld houden. Ja, en een secret rare. En nog eens een hele mooie energy. Om nou mooie energies te worden altijd overgeslagen. Ik zal het heel eventjes laten zien. Hydro Bombard, 120 damage. This attack does 30 damage to 2 of your opponent's bench Pokémon. Ik moet wel zeggen, die art is zeker mooi. Het is niet de full art, maar ik vind hem zeker mooi. Dus, nou, hij krijgt een mooi plekje op de bench. Nou, al gelijk een heel erg goed begin. Nou, het is niet erg als achtergrondgeluid, dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Dat hij zit hier echt zo... Hey,
Nee, ik heb er geen problemen mee hoor, maar ik vind het gewoon leuk om te zeggen. En ik zie dat ik het alleen maar moet doen met mijn microfoon hiervan, want ik zie dat mijn andere microfoon het niet doet, dus ik moet het met de cameramicrofoon doen. Nou ja, daarvoor hebben we altijd twee microfoons. Altijd een backup, altijd handig. Heel voorzichtig, zo. Mijn grond ligt hier helemaal bezaaid met papiertjes en frotseltjes en rotzooi. Nou, weet ik niet of ik 3 heb gedaan, ik hoop het wel. Super Potion! Venusaur Spirit Link, het lijkt een beetje op een Poké-Rap. Poliwag, Seal, Magikarp. Magikarp! Ja, die komt op de bench. I don't care what people say, Magikarp. Speciaal voor jou, Erik. Flail! Het is eigenlijk dezelfde art. Volgens mij is dit exact dezelfde kaart als zoals dat die vroeger was. Ja. 30 HP, Flail. Dus je oude Magikarp, je mag ze weer gebruiken. Stroomenergie, Canopy, Doduo. En weer iets. We hebben weer iets. Mega Pidgeot EX. Wacht even, dus volgens mij die andere. Is die andere niet full art? Volgens mij is die andere full art. Dit is dan de gewone, want deze ziet er iets anders uit. Wij zijn heel eventjes aan het kijken in onze database. Ja, dit is de full art. Wij hebben de vorige keer hebben de full art te pakken gekregen. En dit is dus de gewone. Maar dat maakt niet echt zoveel uit. Ik bedoel, 2 EX al. Ik zal de EX, weet je wat, ik zal eventjes de gewone, die ik gewoon speciaal vind, omdat ik gewoon een raar mannetje ben, zal ik die mooi heel eventjes onderaan. Maar het gaat dus om de bovenste kaarten. Dat zijn inderdaad de zeldzame kaarten op het moment. Goed, deze die gaan heel eventjes naar de stapel toe. En we gaan door naar het volgende pakje. We hebben er nog 6 te gaan. Laten we even een beetje het tempo opvoeren. Ja, nee, editor, we gaan niet fast forwarden. Dat is nergens voor nodig. En nogmaals, af en toe is een code inderdaad in beeld te zien. Maar de codes zijn allemaal al redeemed. De reden is van 1, dit is niet mijn box. En 2, ik ben nog steeds op online aan het sparen. Dus jij gebruikt de codes nog steeds zelf. Zijn jullie daarvan op de hoogte? In ieder geval, Poliwhirl, Revive. Slowbro, Spirit Link. Slowbro is ook wel leuk om te hebben. Staryu, Onix. Fairy Energy. Die is mooier. Voltorb. Tengela. Reverse Hollow Professor Oak. Professor Oak is trouwens wel een beetje aangepast. Moet je wel rekening mee houden. In plaats van dat je nou eens even je hand weggooit en 7 kaarten mag trekken, moet je nou totdat je 7 kaarten in je hand hebt, zonder dat je je hand weg moet gooien. Maar daarna eindigt je beurt. Dus het is wel een beetje. En Starmie. Ik heb gehoord dat Starmie best wel gewild is in Evolutions. Dus het is wel leuk als je die dan tegenkomt natuurlijk. Maar helaas, Jane. EX. Nou ja, we hebben al Mega Blasters. Kunnen we Mega Charizard van ook nog vinden? Dat zal al helemaal mooi zijn. Tot nu toe ziet het er goed uit. Want geeft hij. Nou, een break vergeleken met een EX is. Nou, een break is iets minder. Maar is nog altijd. Ik vind gewoon een break en een EX. Het is gewoon altijd even awesome als je er eentje vindt. Laat ik het zo zeggen. Ga weg. Dus. Wow, dit is raar verpakt. Nee, dat maakt niet zoveel uit. Ik bedoel gewoon eventjes gezondheid. Gezondheid. Nog een keer. Morgen mooi weer. Nee? Nee? Oké. Wij hebben een full heal. Daarom kwam de derde niche niet. We hebben Porygon. Pokédex. Doduo. Pikachu. Staryu. Onix. Weedle. Reversed Holo Pikachu. Altijd leuk als dat gebeurt in één pakje. En Mewtwo. Ik heb gehoord dat Mewtwo best wel gewild is. Dus die gaat zeker op de bench. Het is geen secret rare. Het is gewoon een rare. Maar zeker een goede. Ja, ik zie hem best wel vaak in decks voorbij komen. Dus oké, nou, deze die wil niet makkelijk. Deze is gemaakt met superlijm. Pokémon kaart met superlijm. Doink. Zo. Hoppakee. Deze gaat daarheen. Dan hoop ik niet dat ik een beetje gespoild heb, omdat ik de kaart al een beetje heb geschoven. Tenminste, ik heb niks gezien. Kakuna, Potion, Venusaur Spirit Link, Machop, Tengela, Vulpix, een vuurenergie, Voltorb, Reversed Holo Starmie en Farfetch. Farfetch, echt serieus, wij mogen jou niet in deze sessie. Ga weg. Oké, ik heb nog 3 pakjes. Ik wil weer een beetje terug naar het begin, want de vorige keer hadden wij toevallig tot we de laatste pakjes hadden waar dus gelukkig de redding in zit. Maar nu zijn we begonnen met hele mooie kaarten. Krijgen wij nog een leuke kaart eruit? Dat zou natuurlijk wel heel erg leuk zijn.
Oké, we hebben er weer drie van achter naar voren. Hunter, even speciaal. Nou, vooruit dan, Gregory. Speciaal voor jou komt hij ook op onze bench. Vooruit dan. Blastoise Spirit Link, dat is heel erg handig. Misty's Determination. Magnemite. Pikachu. Machop. Weedle. Doduo. Je maakt hier van alles mee in Studio ZP20, jongens. Reverse Holo Kakuna. Oh, het is een derde. We hebben een derde. En het is Venusaur EX. Ja hoor. We hebben er weer eentje bij. Een Venusaur EX. Poison Powder. Jungle Hammer. Zeker heel erg mooi. Oh, de gouden hand wil bij deze niet zeggen dat het Reverse Holo is. Dus, of dat het Reverse Holo is. Dat het een Secret Rare is. Sorry. Het is zeker een hele mooie kaart. Dus... Nou, deze box die... Je had beter twee van deze box eigenlijk kunnen kopen, zo te zien. In blauw. In blauw is... Ik weet dat het de laatste was. Niet zeggen dat Blastoise boxen fout zijn, hoor. Het is altijd een kansspel. Dus ja, op het moment dat je ze kaartjes openmaakt... Het is altijd maar afvragen, krijg je leuke kaarten of niet? Dat is altijd maar de vraag. En dat maakt het juist zo leuk. Stel je voor dat je alleen maar leuke kaarten zou krijgen, dan zou er geen... Wat doen jullie nog op de bench? Ga weg. Ga weg. Jullie zijn klaar. Ja? Geen Kakuna Ratata nou meer. Want we hebben Blastoise Spirit Link, wat ik heel grappig vind. Pidgeot Spirit Link. Poliwhirl. Poliwag. Altijd leuk. Diglett. Seal. Nidoran. Ponyta. Oh, we hebben een break. Wij hebben de Nidoking break. Zeker nee. Oh, er zit nog een kaartje achter. Eradicate. Oké. Sorry, er zat nog een kaartje achter. Nidoking Break. Toxic Drill. Your opponent's active Pokémon is now poisoned. Put 2 damage counters instead of 1 on that Pokémon between turns. En dan ook nog eens 120 damage. Dit is een hele sterke break. En dit is een hele goede box, want de bench begint een beetje vol te raken. Dus... En we hebben nog één pakje te doen, dat zeker. Ik was ook nog niet klaar. Sorry. Mijn baas zit er op mijn vingers te kijken. Jullie zitten allemaal op mijn vingers te kijken. Dat hoort bij dit soort video's. Ik zal het eigenlijk nog op Twitter neerzetten. Ze zitten allemaal op mijn vingers te kijken. Kunnen jullie nagaan hoe lang dat het duurt voordat zo'n video eigenlijk een keertje naar buiten komt? Dus, eens even kijken. Wat hebben we hier? 1, 2, 3. Turn around and search you. Wij hebben de Slowbro Spirit Link. Dan wil ik nou de Slowbro EX ook hebben. Magmar. Energy Removal. Ratatatatatata. Caterpie. Magnemite. Voltorb. Sandshrew. Reversed Hollowed Porygon. En de Rare Magneton. Helaas. De laatste is niet echt een feest. Maar ik moet zeggen, wij hebben het bijna driedubbele gewoon te pakken. We hebben het driedubbele te pakken. Oké, nee, we hebben, anders zouden we nog wel meer breaks. Buiten de breaks, we hebben 3 EX-kaarten te pakken gekregen. Ik zal ze nog heel eventjes mooi even zo in beeld brengen. Wij hebben een Secret Rare, Immacunis Doduo, Mega Blastoise EX, Mega Pidgeot EX, Venusaur EX, Mewtwo, Nidoking en natuurlijk Magikarp voor Erik en Hunter voor onze Gregory. Zoals ik al zei, Eevee zit er niet echt in deze set, maar het is zeker een mooie set. Heb je nou zelf ook recent wat pakjes opengemaakt? Laat ons weten wat jij hebt gevonden en natuurlijk als je de tijd voor hebt, laat een like achter voor deze video. En laat weten wat jullie graag een box zouden willen weten. Laat dat ook weten in de reactie. Altijd wel leuk om te weten. Dus nogmaals, Nathalie, bedankt voor deze dingen dat ik ze hier open heb kunnen maken. En jullie bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei! Zo, ik weet het nog steeds niet. We doen maar wat. Doei.